Een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Dat is elektromechanische technieken. Het verschilt met de richting elektriciteit. Dat is een elektriciteit hoofdzakelijk met een handwerk. Maar deze leerlingen gaan ook leren ontwerpen, zelf dingen bedenken en creatief zijn met oefeningen. De leerlingen denken in functie van het proces en zijn onder meer technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties en elektropneumatica. Bijvoorbeeld een oefening kan zijn dat ze krachten gaan berekenen bij een takel. Dat ze zelf gaan het verschil gaan merken, proefondervindelijk, van als ze meer of minder lusjes maken met de touw, dat de krachten groter of kleiner worden. Dan hebben we nog wat oefeningetjes elektriciteit, waar ze de verschillende schakelingen op gaan toepassen. Dan hebben we ook nog montageopdrachten, die vallen onder de voertuigentechniek. Dan gaan we kits bouwen van het systeem Invento. En we gaan aan fietsen werken. We gaan ook nog een stelling bouwen, dat de leerlingen leren hoe dat ze op hoogte moeten werken. Ze gaan die zelf in elkaar moeten steken. Ze mogen die zelf ontwerpen, hoe dat ze die gaan bouwen. En ze mogen natuurlijk pas gebruiken als ze toestemming krijgen van ons. Het publiek dat wij hier in deze richting aanspreken, is eigenlijk leerlingen die zowel met hun handen iets willen doen, maar zowel ook proefondervindelijk gaan dingen ontdekken. Dus ze gaan dan labenproefjes doen, dingen gaan doormeten en dan gaan ze altijd stapgewijs dat kunnen gaan gebruiken in projecten die we gaan uitwerken. Na het vierde jaar gaan ze dan naar de 30 graad en daar kunnen ze dan kiezen voor de richting koel- en warmtetechnieken ofwel de onderhoudstechnieken. Daarna kunnen ze direct op de arbeidsmarkt beginnen ofwel kunnen ze ook gaan verder studeren.